hoofd vaak de beelden van vroeger. Dorpsplein, de straten, het huis in de rij. De kerk en de bomen, de lijn van de daken. Beelden voor altijd in mij. We staan hier voor de Heemkamer in Bladel, waar wij vandaag een hele speciale reportage gaan maken. Wij hebben namelijk een aantal personen bereid gevonden om ons te vertellen over hoe het vroeger op school en in de klas eraan toe ging. Maar voordat wij naar binnen gaan, gaan we wel even omkleden, want dit gaan we helemaal in stijl doen. Let maar op. Tada! Halleluja! Kom weer naar binnen! En het is juist een mooi in beeld. Want, ja. Ik vind het wel een plaatje. Mooi, hè? Ja. Maar ik denk hoe ik sta hier iedere keer stralend. Maar ja, luisteren naar die verhalen. Maar ik denk dat er door... De nonnen weten jullie dan natuurlijk niet, maar door de meester zelf. Een lach op het gezicht. Altijd strenge. Streng. Dan zal ik er nog eens een verhaal vertellen. Ja. Het hoofd van de school bij meester Gerards. Oh ja. Daar hebben wij... Mijn broer en ik... Ik denk wel... 5, 6 jaar de tuin bij moeten houden. Oh ja. En heel de zintels van de kolen die ze 's winters stookten, die moesten wij gelijk uitgestaan te stiften. Ja. De slakken noemen ze die, die moesten we eruit rapen. Ja. En die, het restant moest bij het hoofd van de school in de kolen hok doen. Ja. En daar stookte het hoofd van de school. Heel de winter van. Ja. Oh, echt waar? Ja, gratis. Zo. Door ons bewerkt. En de hof weer bijgaan. En nooit iets. Het enige dat we kregen, als we bij wijze van spreken 2 of 3 uur bezig waren, dat we in het middaguur, in die tussentijd, een glaasje in de zomerdag, een glaasje water met 1 lepeltje jammer doorheen geroepen. En dat was al. Dat was alles dat we kregen. Oh, man. Verjaardagen? Werden die gevierd in de klas? Ja, nee. Ja? Rustig mocht rondgaan met de toch wel mee in de bubbel. Nee, bij ons niet. Ja, bij jou ook, Harry. Net zo goed, dan moet je in het snip kunnen dalen als je hier Dus er werd wel aandacht aan besteed. Je werd een keer gezongen, je mocht uitdelen. Dat werd dus niet, hè? Dat is lang geleden. Maar Urgbidden. Ja, oké. Dat weten we wel, dat moet zucht. En schoolraadjes. Toen ik in de vierde klas zat, kwam de centrale verwarming op school. Ja? Ja, en toen moesten wij een dag van de school af. Hadden we een dag vrij. En toen zijn we te voet, met meester Trommelen, helemaal naar de grote cirkel lopen in Reuzel. Ja. En dan moesten de namen in de grond schrijven en toen liepen we gewoon recht en kwam weer bij de namen net. Want dat was rond. Ja. Dat was een mirakel. Zo doen we wij dat door de cirkel lag. Ja, dat is groot. En de roze kei, die lag. Ja, door. Ja. En die had 2 jaar. Dat was de heel, het grootste schoolreisje dat wij ooit gehad hebben. Nou, wij mogen ieder jaar een dag naar Oorschot. Dat was de lieve vrouw van de Rijk. Zo, dat is ook. Ja, dat is het in maai zeker. Te voet, maar in de maand maai zeker. Dat allicht. Ja. Niet in december. Nee, dat kan toch. Had u wel een heilige geest? Ja. Het ging over Maria. Ik kon zeggen. Dan kwam we worden naar huis gebracht in paard en wagen, maar we gingen er wel te voeten toe. Dan liep er wel wat op, zei ja, daar worden die nu van het stadion. Nee, dat is heel mooi. Ja, dat waren wel wat mee. Ik denk hij toch wel een beetje heilig worden. Ja, een beetje toch wel. Dat was in het zo zeker. Volgens mij was het in Leedsel iets beter als in Bladel, als ik het zo aan moet denken. Iets soepeler iets streng. Jongens en de meiden bij elkaar op school, wel apart in de klas, maar toch bij elkaar. Ja. En toch wel wat verschillen. Er was zeker verschil. Ja, dat is het voordeel van de kleine. En meneer, er wil meer net als dat. Dat kunnen we ook zien dat er verschil was. ik heb nog naar de Mulo gegaan van Bladel naar Leedsel in school. Oh ja, dat was een Milo in Nederland. Ja, dat is ook ik kan het zeggen. Ja, dat klopt. Dat was vlak naar de oorlog. Ja. Hoe ging het rekenwerk? Misschien is het leuk om even de bank zo boven te doen. Even de buiken. Rekenwerk? Ligt er iets in misschien van een schrift? Ja, ik kan één ding maar zeggen. Ik heb nooit begrepen. Ik heb nooit begrepen op school. En fundamenteel hoe dat in elkaar zat. Het rekenwerk niet? Nee.
De ene keer was 55 en de andere keer was 28, ze wisten niet wat ze wouden. Nee, van 54. Wacht, zie. En 7 en 3 was ook al 10. Ja, ja. Ja, ze wisten niet, ze wisten ja, niet. Nou, dat kan ik wel laten zien dus. Je had breukappeltjes. Ja, daar heb ik strak over gehad. Ja. Ja. En dan zie je, dit is 1. Een eenheid. Maar dit is ook een eenheid. En als je nog gaat kijken, dit is 1/3 deel van een eenheid. En nog 1/3 deel is 2/3 deel. En dit is de 3/3 deel, dus 3 bij 3 is 1. Als je weer samen. Nou, u heeft opgelet in de klas. Ja. Ja. Ik kan het wel horen. Ja, ja, ja. Maar dat was niet in de eerste klas hoor. Maar dit hebben jullie nooit gehad? Hoe werd dit bij u uit? Dat kenden wij al. August, wij hadden mevrouw Sterke, juffrouw Sterke uit Hapert. Nee, ja, maar wij wel. En ja. Die bracht 2 appels mee, want ja. Wij zaten met 42 kinderen. Ja. En anders was een schijf veel te dun. En dan sneed ze dus 42 deeltjes. En dan op die manier werd het uitgelegd en dan kregen we ieder een stukje. En dat vergeet je nooit meer. Dat was heel speciaal. Ja, dat was, maar dat was ook een heel lieve juffrouw. Ja. Daar heb ik heel veel van gehouden. Oh, tegen de school ingegaan. Ja, ja. Met bepaalde dingen. Okay. Sommige dingen wel, ja. Ja. Zuster van Kast. Ja, ik zie netjes een vinger. Mag ik alsjeblieft even naar de wc? Ja, hoe ging dat vroeger? Ja, mocht zo, dat? Zo. Ja, ja, en als ik ja, pas ik in mijn broek. Als, ja, maar dat pas ja, als maar je mocht ooit niet, hè? Ja, nee. Ja, dat was niks zat er niet meer. Als je iets aan het nee. Gewoon of zo, dan, ja? Dan moet je niet gaan, hè. Knijpen. Afschrijven. Gebeurde er wel eens ongelukjes in de klas? Nou, jawel, jawel. En vooral ook van de schrik dat er een plakje onder... Zat maar de broek. Ja, ja, dat lijkt me ja. En wie moest opruimen? Ja. Zelf? Dat dreugde denk ik wel op. Dat dreugde onderweg wel op als je dat hart liep. Maar je moet niet uit was maar dan weet ik toch niet of ik wegmaak. Ik wil wel eens zien hoe dat gaat met zo'n ongelukje. Nee. Nou, dan sluiten wij hiermee af. Dank jullie wel. Graag voor alle mooie verhalen en informatie. En dan zullen we speciaal ook even afsluiten met in naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Thuis heb ik nog een aanzichtkaart, waarop een kerk, een kar met paard, een slagerij, J. van der Ven. Een kroeg, een juffrouw te fiets, het zegt u hoogstwaarschijnlijk niets, maar het is waar ik geboren ben. Dit dorp, ik weet nog hoe het was, de boerenkinderen in de klas, een kar die ratelt op de keien. Het raadhuis met een pomper voor, een zandweg tussen koren door.